dis 'n moeilike ding om te definieer hoekom wil 'n mens skepend is. Die begeerte, denk ik, voor elke mens kom van een behoefte om te kan oorleef. Is binnen in die mensen hart, denk ik. Is een wil voor oorleving, so dat is een vertrekpunt. Allemaal wil oorleef. Kijk, als we kijken naar die Boesman, die San, was hulle geestelijkheid, was vir hulle, het was vastgevang in kunstvorm. Hij, je weet, hulle het manieren gevind om op gewone plant te vat en dat het oor honderde jaren, duisende jaren al bestaan. Je weet, vast in rots, vastgevang. So, ik denk, kuns, sy oorsprong is in die wil vir die mens om te oorleef. Die mens wil oorleef, so ons vat het na een volgende vlak toe. Heilig is die berge, want om my is ons so klein ons is, met al pieke in die wolke, maar al voete op die grond. Heilig om te lewe, die geskenk van alles wat is, is die gawe ons gegewe, zodat ons licht kan zien. Het begin bij mij. Ik ga niet uit en ik zoek je liekie niet. Voor mij is die beste plek bijvoorbeeld waar ik geïnspireerd word, is wanneer ik zit langs die see en hij waves slaan die tien en ergens en hij hoor ik een E-mine of ik hoor een major B of een B-flat. Ik hoor het daar en dan grijp hij klank mee. Dan interpreteer ik wat in mijn hart aangaan en dan zet ik het daar uit. Piet Botha, Recolati, Charles Fourie en Fraser Barry en sy klipkop rockband Tribal Echo op die wasgoedlyn. Sit jou bondel in, kom kuier saam.